Deze nieuwsuitzending is rustig van woord, rustig van klank. En ter ere, of in ere, van Ellen Watt en Jurk Gliesman. De naam van Jurk Gliesman staat niet in de titel op dit moment. Maar dat ga ik wel doen. Want ik vind dat jullie naar allebei moeten luisteren. Ik vind dat je eerst naar Ellen Watt moet luisteren. Als je niet snapt wat Ellen Watt bedoelt met The Big Boys, dan, ja, dan ga je maar opnieuw naar Ellen Watt luisteren. Net zolang tot je begrijpt wie de Big Boys zijn. En laat me je uit de droom helpen. Ellen Watt heeft 1 keer of 2 keer meegedaan met die website, die heet prisonplanet.com. Of die andere, ja. Infowars.com. Dat is 1 potnoot. 1 database met 2 interfaces. Ha, 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 ha. Ellen Watt is geïnterviewd door Alex Jones. Ellen Watt is ook uitgenodigd bij, dat is die andere foute website. Dat ik het even weet, hè? Het is ongelofelijke porno. Dus Infowars.com is porno. En PrisonPlanet.com is dezelfde porno. En dan heb je ook nog Red Eyes Creations. Dat is ook porno. Schandalig. Maar je kan er niks aan doen. Alex Jones, die heeft zo'n serverruimte, lalala, en die krijgt poen. Punt. Alex Jones heeft 50 mensen voor hem werken. Zat hij te braggen? I got 50 people working for me. 50 mensen? Homo. Wat kost dat wel niet per maand? En dan maakt hij reclame voor waterzuiveringsdinges. Alex Jones is not a friend of mine. Alex Jones is van de katholieken. En Ellen Watt is geïnterviewd door Alex Jones. 1 of 2 keer. En hij heeft ook verteld dat hij uitgenodigd was om bij Red Eyes Creations van de broeders, ik moet even niezen. Palmgren heet die familie. Palmgren. En die ene broer heet Dinges en die andere broer heet Susso. En Ellen Watt is uitgenodigd om daar dan zijn verhaal te mogen vertellen. En er werd geëist dat hij het zou hebben over de alien agenda. Buitenaardse wezens. Toen heeft Ellen Watt gezegd, fuck you. En hij heeft Ellen Watt heeft verteld dat het aanbod was genereus. Hij praat je misschien over 5000 Canadese dollars. Weet ik veel. 500. Een uurtje ouwe hoeren, maar dan wel over de buitenaardse wezens. Dat heeft Ellen Watt gezegd, fuck you. Oh, dat kan ook helemaal niet. Er zijn geen buitenaardse wezens. Er zijn mensen zo idioot als Alex Jones. Of Hillary Clinton. Of van Mark Rutte. Of die vrouw hierboven.
Het gaat om de humor. Hè? Over de idioterie. Over de aliens. Hè? Die vrouw hierboven. Dat is een man. We stampen. En ze is de godganse tijd aan het verplaatsen, verbouwen, weet ik veel wat. En ze werkt hieronder in de eco-winkel. En hoe ze aan die baan gekomen is, weet ik ook niet. Maar ze is allemaal heel eco. En die vertelde mij een prachtig verhaal. Want zij heeft 2 kinderen van 1 man. En het breekpunt in de relatie was dat zij had besloten dat de oude keuken niet meer kon. Er moest een nieuwe keuken komen. Nou, dat moet je vooral aan een man vragen. Ja, die denkt, oké, wat hebben we nou weer aan de kip hangen? Dus die heeft dat oude keukenblok er helemaal uitgesloperd. En dan krijg je weer gruis en al die rotzooi opgeruimd. En die muren helemaal schoongemaakt. En niet alleen dat keukenblok, maar ook die kastjes moesten ook weg. En dan heb je al de spaanplaat en meuk. En hij had een vriend gebeld en gezegd, joh, er moet allemaal meuk naar de... En dan sjouwen met die rotzooi naar beneden. Een sloopwerk heet dat. En zij mochten natuurlijk naar de winkel om te zeggen, ik wil die. Zij zei, oké, gaat met die man onderhandelen, van wat kost het dan? Ja, ga je het zelf monteren of moeten we dat zo, ja, gaan we even praten. Hij had dat hele keukenblok geïnstalleerd. Waterpas gemaakt. En alles was schoon, hè. Ammoniak over de tegels heen. Totaal schoon. Of azijnzuur. En zij komt die keuken binnenwandelen. Want hij had haar gezegd van, nou, het is klaar. Die bitch van een vrouw, die zegt, ik wil een nieuw keukenblok. Die man is daar, ik weet niet hoeveel uur mee bezig geweest. En dan zegt die man, het is klaar. En dan denkt die vrouw, oké, het is mooi, dan kom ik eraan. En ze kijkt in de rondte en alles doet het. Het gas doet het, de oven doet het, warm water, koud water, zeg het maar. De kastdeurtjes gaan mooi open en dicht, lekker in balans. En zij zei, oké, dan ga ik nu koekjes bakken. Kill the bitches. Je zal maar haar man geweest zijn. Is dat vernederend? Ja. Die kerel moest aan de slag van die vrouw. Om die hele keuken weg te ruimen. Die oude rotzooi eruit. Hij moest zijn vrienden bellen om in een busje al die junkzooi met je pasje. En dan moet je ook nog je pasje bij je hebben. Al die rotzooi afgevoerd, hele keuken schoongemaakt, het nieuwe blok geplaatst met zijn waterpas en en dan krijg je ook nog een gruis uit de muur, dus dat ruim je allemaal op. En het bedankje van de vrouw luidt, mooi, dan ga je koekjes bakken. Dat is mijn bovenbuurvrouw. Blijf bij haar uit de buurt. It's a no good woman. En als je dan wil weten wat ze wel had moeten doen, nou, ze had tegen die man moeten zeggen, ouwe man, zo, dit is mooier dan ik verwacht had. En zij had stiekem, net als Zwarte Piet en Sinterklaas, cadeautjes. Maar zeg ze tegen hem, ga jij maar op de bank zitten en probeer naar de tv te kijken, want de Formule 1 races gaan beginnen.
En dan komen de cadeautjes op tafel. En jij weet als vrouw wat die man leuk vindt. Wat kost een man nou? Ja. 10 liter bier per dag, ongeveer. Droge worst. Je weet toch wel wat je man lekker vindt? Oh, schatje, wat heb je deze keuken mooi gemaakt. Ga even lekker zitten. Asbak erbij als je man rookt. Niet alle vrouwen hebben een rokende man. Allemaal begrip voor. Maar als je man rookt, een asbak erbij die schoon is. Hier. En misschien als je man, omdat hij net de laatste loodjes heeft gelegd, dat hij helemaal doorzweet is. Dan zeg je, schatje poepje, hier heb je een schnaps. De meeste mannen houden van schnaps, hoor. Voor jullie vrouwen is het best makkelijk. Score een fles met schnaps. Hier heb je een schnaps, ga maar lekker douchen. Dan leg je schone kleren voor hem klaar. Een joggingpak. En van die ruim zittende, lekkere, ja. Voor mij wat vlies. Maar beter katoen. Ja. Dat doe je voor je man. Die jouw keukenblok heeft vervang. Dat was plat, hè? Dat was een plat brood. Ja, iedereen is gek. Ik snap het niet. Alle mensen idioot. Behalve Ellen Wold en Jurk Liesman. Die slaan nog ergens op. En nog wel wat meer, maar die zijn niet zo beroemd. Ik kan je ook wel vertellen van mijn geleense vriendin, maar die is niet beroemd. Maar niet dom. Dit gaat erom dat jullie naar Ellen Wold en Jurk Liesman gaan luisteren. Dit is reclame. Gratis reclame. Ik ben jullie Bodhisattva. Ik ben de tussenpersoon, de vicarius, de stelvertreter, de vertegenwoordiger. Ik ben Boeddha niet, ik ben Bodhisattva. En jullie gaan luisteren naar die twee personen. Anders ga je dood. En als je wel luistert naar die twee personen, ga je ook dood. Ja, je lichaam gaat dood. Je moet komen tot het eeuwige leven. En geen angst meer voor de dood. Erg belangrijk. Ik weet niet waar je nu bent. Misschien ben je aan het slapen. Probeer je in slaap te komen. Of je zit in de trein naar Zoetermeer-Zuid. Waar zijn er nog meer ellendige stations? Met van die bussen die niet aansluiten terwijl het regent. Dat is een slecht idee. Kijk, dat de bussen niet aansluiten op de trein terwijl de zon schijnt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als het regent, eigenlijk te erg voor woorden. Iedereen €50 schadevergoeding. Straks krijg je nog griep. Waar zullen we het over hebben? Ja, precies. Dus, en waar ben jij mee bezig? Jij bent op weg naar Heruwewaard Oost of zo? Of zit je in je auto? In de file? Je bent mijn vijand niet, hoor. Kijk, de snelweg,
dat heeft een bepaalde intentie. Snel weg. En als de snelweg geblokkeerd wordt, heet het nog steeds snelweg. Papa, waarom ben je zo laat? Nou, ik stond op de snelweg. En ik was niet snelweg. Oh papa, nu begreep ik wat jij bedoelt. Ja, het is een contradictie. Je moet helemaal niet in de file staan. Onzin, man. Ja, maar iedereen wil van A naar B. Ja, nou man. Rij een beetje door. Een stomme gewoonte van mensen. Ja, je mag mijn onderbuik opensnijden. Je mag mijn darmen eruit laten zakken. En dan krijg ik echt een vermoeid gevoel. Dan begin ik te bloeden. En dan zaag je mijn pik eraf met een kartelmes. En mijn ballen. Onderwijl heb je een frituurpan. En dan maak jij iets lekkers met currysaus, mayonaise, uitjes en een augurk. En niet te vergeten, mosterd. Mag je allemaal doen. Als ik lieg. Er zijn mensen en die remmen op de snelweg. Dat doe je toch niet? Hey, dat ding heet toch snelweg? Ja? Hoezo remmen op de snelweg? Ja, maar Piri, daar hebben we hele mooie lampjes aan de achterkant. En dan kan iedereen zien dat je remt. Ja, dat maakt het alleen maar erger. Andere mensen zien die rode lampen en die gaan ook gelijk remmen. Jezus. Ik heb een positief gevoel over communisme. Dat dat toch enigszins haalbaar moet zijn. Met correcte afspraken. Dus remmen op de snelweg. Dat is €5,10. Ik ben helemaal gek geworden. En die hele wegenbelasting schaffen we af. Iedereen die remt op de snelweg, €5,10. Om te beginnen. Dat gaat waarschijnlijk omhoog naar €15. Want jij wil remmen op de snelweg, dat is best jongen, maar dan ga je wel betalen vanuit je eigen portemonnee. En nee, komende vrijdag gaat er geen brunette mee, want die kan je, daar heb je geen geld meer voor. Want je hebt geremd op de snelweg. Homo. Ja, dat is toch leuk, of niet? Wat geweldig vind, hoor. De hele wegenbelasting schaffen we af. En waarom? Ja, maar dat moet aangelegd worden en onderhouden worden. Ja, dat betalen de transportmaatschappijen maar. Die willen het toch zo graag? Kijk, als ik naar Amstelveen moet, ik heb die fucking A12 helemaal niet nodig. Ik kom er toch wel. Vanuit Arnhem, hè? Ik wil helemaal geen wegenbelasting betalen. Waarom? Maar die transportbedrijven wel. En die maken ook al dat asfalt kapot. Je gaat mij niet vertellen dat ik met die schijnauto. Er waren destijds wel hele mooie reclames voor, maar ik vraag me af of ik dat een auto kan noemen. Behalve dat het. Ja, het heeft 4 wielen. De Renault Clio. Ik wegenbelasting met mijn Renault Clio. Ik heb een deelauto. De wegenbelasting die gaat door drieën. En gedeelde smart is halve smart. Maar waarom zouden wij wegenbelasting betalen? Voor wat? Snorrie. Martin. Lange Martin. Ik ken hem wel. Met die hond, hè? Die Mechelse herder.
Lange Martin, die gebruikt de Clio om naar de Lidl of de Aldi. Ik weet het niet precies. En dan gaat hij eens per week even scoren. En dan rijdt hij weer terug. En ook nog een keertje tussendoor voor iets of zo. En Wim Kruidentuin, die gebruikt hem nauwelijks. Ja, een paar kilometers. Hij voor de rest van Wim Kruidentuin heeft ook een bus. En af en toe pakt hij de Clio. Ja. En wij betalen wegenbelasting. Voor wat? Moeten de kippen en de varkens en zo dadelijk ook allemaal stoeptegelbelasting gaan betalen? Ja, ik mij wel maar een beetje door hoor, het maakt me helemaal geen donder uit. Maar. En ik wil dat jullie dat ook gaan vinden. Dat je overtuigd raakt. Dat het allemaal nergens op slaat. En daarmee tot leven komt, omdat je de dood ziet. De wegenbelasting, dat slaat nergens op. Een andere belasting is loonbelasting. Dat slaat nergens op. Iedereen, aan de ene kant zeggen ze, we gaan tabak gaan we belasten, want dan vermindert het gebruik van tabak. Ja, toch? Dat is accijns, heet dat dan. Dus je hebt, op tabak heb je extra belasting. Dus als jij voor een tientje tabak koopt, dan gaat er ongeveer 7 naar. Hè? Dus er is 3 euro aan waren. Jij betaalt 10. En die 7 is voor de oorlog in Irak. Want jij rookt tabak. You get? En wij gaan maar lekker door. Hopeloos. En loonbelasting, dat is het belasten van het feit dat meneer A of mevrouw, persoon A. Persoon A zegt tegen persoon B, wil jij dat en dat voor mij doen? En dan krijg je poen. En dan zegt de overheid, wij willen 40%. Maar wacht even. Zo. Tabak wordt belast vanwege de longkankerpreventie of zo. Ik heb er nooit last van gehad. Ik rook al vanaf mijn best vroeg. Ja, niet zo heel vroeg. 16, ja. Ja, we moeten dat belasten, want het is zo giftig. Ja, maar hoe zit het dan met het belasten van loon? Waarom belast je loon? Ja, maar de overheid moet geld hebben. Ja, dat kan ik ook zeggen. Perry Franciscus Martinez Winkel moet geld hebben. En ik wil, als ik nu zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen 500.000 euro en daar lullen we nergens meer over. Dan ben ik helemaal tevreden. 500.000 euro die ik kan verdelen over goudrekeningen die lopen in Suriname. Ik kan het ook zeggen dat ik geld nodig heb. Maar waarom heeft de overheid geld nodig? Waarvoor dan? Wat doet de overheid behalve de Vietnamoorlog veroorzaken en dat wij dan die leuke films kunnen kijken van Francis Ford Coppola? Met Apocalypse Now.
Ja? Wat doet de overheid voor ons? De God, ze hebben Utrecht. Het is schandalig wat ze gedaan hebben. Het was prima in orde. Je had de A12 richting Den Haag. En dan had je de A2 omhoog naar Amsterdam. En die afslag bij die Douwe Egberts koffiefabriek, waar het stonk naar de hel, naar verbrande koffie. En inderdaad waren daar files. Dat klopt. Dat moet je weten. Er was niks aan de hand. Ik ben nog een keer, dan moesten we op een dag. Ik werkte voor een internationale farmaceutisch. We moesten op één dag bij 4 van hun klanten langs. En dat waren allemaal groothandels. En die man die ons achternaam, hij heet Hans Troost. Ja, ik verklap zijn naam maar even. Maar het is een mooie naam, vind je niet? En daar waren we ook op dat punt. En toen zei Hans tegen mij en Leo van ja, op deze manier gaan we het niet redden. Dus ik ga eventjes op mijn vertegenwoordigerskwaliteiten om de file heen. Dat wordt wel even buckle up everybody. Heb ik jullie toestemming? Nou, Leo en ik. Ja, doe maar. En hij scheurde om die file heen. Dat was wel even... Wauw. Gassen, jongen. Dat is gewoon Nicky Lauda. Ja, en toen waren we toch op tijd in Den Bosch. En hebben ze dat hele gebied hebben ze omgedingerd. Nou, snap ik er helemaal niks meer van. Snor, jongen. Vroeger kon ik daar naar mijn klanten rijden. Dat was super simpel. En ik wist van de files en de deed en de dood. Wat maakt het uit? Maar nou snap ik er helemaal niks meer van. En alles is verbouwd. Meer. Straks wordt Utrecht daarvoor een soort van Frankrijk. Een of andere ongelofelijke toestand met wegen en geen bewegwijzering. Erg hoor. Wij maken alles kapot voor onszelf. Nee, we laten alles kapot maken voor onszelf. Er is ook zo'n uitspraak geweest van zo'n Rijkswaterstaat, wegbouwer, ellende persoon. En die zei van, ja, je kan wel zeuren over het feit dat wij iets doen. Maar als we niets doen, dan zeuren jullie nog harder. Dus wij doen maar wat om van jullie gezeur af te zijn. Oh, man. Waarom gaat niet iedereen lekker kickboksen met de buurvrouw? In het gezondheidsmuseum. Dan ga je lekker bam, 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 bam. Of ga elke dag barbecuen. Dat is ook heel veel werk. Dan moet je een barbecue regelen. Je moet houtskool hebben. Nou, ja. En hou je daarmee bezig. Of ga pingpongen. Tafeltennissen. Bam, 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 bam. Wie is het snelste? Ja. Ga dat doen. Homo. Een beetje de wegen lopen te verleggen. En dan gaan we de A12 weer verbreden. Dat hoeft van mij helemaal niet. Waarom moet de A12 verbreed worden? Waarom? Ja, iedereen moet van Den Haag naar Arnhem. En vice versa. Ja, los dat op. Hou een enquête. Dus iemand woont in Arnhem. En die heeft werk in Den Haag. En iemand die woont in Den Haag. En die heeft werk in Arnhem. En los dat op. Hou maar.
Nee, we gaan liever de A12 verbreden. Ja, want dat is het dweilen met de kraan open. Wat is het voor onzinwerk? Dat je in Arnhem woont en je gaat in Den Haag werken. Waarom verhuis je niet? Ja, het antwoord is, ja, in Den Haag, ik weet niet of ik daar iets anders heb als een tijdelijke baan. En daarom blijf ik in Arnhem wonen. En dan ga ik iedere dag naar Den Haag toe. Nou, hou er dan mee op. Hou er mee op. Stop met je baan. En vraag maar een uitkering aan. Is toch duidelijk? Het is speltheoretisch. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen die mogelijkheid ziet, of bang is, of whatever. De waarheid blijft. De A12 hoeft helemaal niet verbreed te worden. Bah, waarom? Waar gaan al die mensen naartoe? Wat gaan ze daar doen? Waarom blijven die mensen niet thuis? Dat gedoe met het feminisme ook, van al die vrouwen die dan zeggen, ik wil de deur uit. Maar waarom? Wat is er mis met jouw huis? Dat jij de deur uit wil. Ik ken een vrouw die heeft tegen mij gezegd, van ja, als ik thuis ben, dan komen de muren op mij af. En daarom ben ik hier. En waar was ze? Nou, ze werkte voor die internationale farmaceut. Een Capelle aan de IJssel. Zo'n multifunctioneel gebouw. Dus die muren die kan je zo laten verschuiven. Dan kost je 35. Dat snap je wel. Je kon ermee doen wat je wil. En daar zat ze. Achter een. Dat vond ik ook wel schokkend hoor. Een hele oude IBM-PC. Die draaide Windows 98. Wauw, dacht ik. En daarnaast haar lag een. Wat is zo'n ding? Oh ja, een Blackberry. En daar hield ze contact met het thuisfront. En die lag heel onopvallend links van haar toetsenbord. Dan was ze zo heel erg bezig om te typen. En dan was het bliep, bliep, bliep. Dan keek ze gelijk naar de Blackberry. En dan. En iets van oké of zo. Ja, zei ze. Ik ben thuis, want hier komen de muren niet op mij af. Jammer dat ze een kind heeft, denk ik. Ik ken nog meer van die gevallen hoor. Van die kinderen waarvan je denkt van godverdamme ze kutjes. Ik ken een kind. En haar moeder is dan bezig met haar seksualiteit of zo. En feesten, dat vindt ze ook erg belangrijk. Die moeder dan, hè? En in die tijd, ik kende die moeder. Ja. In die tijd speelde ik in een reggae-band. Kan je je waarschijnlijk niet voorstellen. Ik ook niet. Dat heb ik gedaan. Ik heb Bob Marley. Een Bob Marley cover-band was het. En de organist, Timo, die ging trouwen.
Dat was hoog noodzakelijk, want die vrouw van hem die had een toeter van een buik. Dat lijkt me wel een moment om een feest te vieren. De Bijbel zegt geen seks voor het huwelijk. Nou, hij had seks gehad met haar. Toeter van een buik, dus ben je getrouwd. En dat gaan we vieren. En die vrouw die had ook een witte... echt in het witte. En zij was Hongaars, Roemeens. Volgens mij was ze niet een Nederlandse. Maakt ook geen donder uit, toch? Een blauwe jongen, zo doe ik nou. En hij woont op zo'n flatje. Hier in Arnhem heb je Klarendal. Daar beginnen de arme mensen te wonen. Dan heb je daarvoor en iets naar beneden heb je ook arme luishuisjes. Een heel klein flatje. Met een balkon op het zuiden. Maar daar heb je geen last van, want aan de overkant staat ook een gebouw. Dus je zit toch in de schaduw. En we zaten met z'n allen op dat balkon en ik zei nog tegen die man naast mij, ja, hoeveel wegen wij met z'n allen? Zo dadelijk, ik weet niet waar het balkon op geconstitueerd is. Straks zakt de hele boel hier in elkaar. En die man naast mij, dat was een wietdealer, een grote jongen hier in Arnhem. En die had me wiet bij zich, man. Zo doen we. Maar ja, het is reggae. Het is Bob Marley. Ik kreeg een hoesbui. Wow. Maar dat maakt niet uit. Ja. Die man die zei ook tegen mij, dat is gezond. Ja. Hoesten is gezond. Dat is zonder meer zo. Hoesten is gezond. Ik krijg zoveel rotzooi binnen hier elke dag. Alan Watt heeft het er ook over, hè? Die chemtrails. Dus in 1998 is het begonnen. Ik weet het. Nou, hoest die rotzooi eruit. Jo, maar tabak is zo duur. Ja, dat maakt me niet uit. Ga je maar wat anders roken. Bananenschillen kan je ook roken. By the way. Mellow Yellow heet dat. Daar heb je apenstoom van. Oh ja, nootmuskaat. Maar daar moet je mee oppassen. Nootmuskaat kan je roken. Maar pas daarmee op. Eén keer per 10 jaar of zo. Of 5 jaar. Nou, ik zit op dat balkon, bijgekomen van mijn hoestpartij. En die man naast mij, die grote baas is in het wietcircuit hier in Arnhem, die gaf me opnieuw de joint aan. In die zin van, ja, doorgeroken, lul. Oké, ik ben op een reggae-avond. En dan komt die vrouw kom binnenlopen. En die is lesbionistisch of zo. Hoe is dat nou? Ja, ze doet het ook met mannen. En ze heeft een spleetje tussen haar voortanden. En MS of zo. En die had een nieuwe blonde chick. Echt een heerlijk ding. Ik denk ook geinig. En tot mijn stomme verbazing komt haar kind ook op het balkon staan. Terwijl ik vlak daarvoor had gezegd van ja, we staan met zoveel op het balkon. Ik weet niet wat het balkon dit gaat. Ik heb zo mijn twijfels. Maar zij stond vlak bij de deur. Dus als het de boel gaat breken, dan springt zij de woonkamer wel in. En die overleeft het wel. Maar wat doet zo'n meisje daar? Dat meisje was toen 12. Denk ik.
Kijk, dat ik daar zit, omdat ik lid ben van de reggae band en hartstikke stoned. En allemaal van dat lekkere koude bier om van je stoondheid af te komen. En het enige wat je afvraagt is, wat je afvraagt, is hoe kom ik thuis? Maar ik ben bijna, ik was toen 55 of zo. Wat doet dat meisje daar? Happy zijn dat haar moeder een nieuwe vriendin heeft? Ik weet ook nog een verhaal. Mijn Geleense vriendin is een seks. Een seksbezige. Ze is niet verslaafd. Er is geen enkel negatief woord over haar. Maar die was met die vrouw mee naar huis gegaan. En dat was een heel klein gebeuren. En zij wilde seks met mijn Geleense vriendin. En mijn Geleense vriendin heeft gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Er zit een stukje karton tussen jou en mij. En in die andere kamer, jouw kind. Wij gaan hier niet lopen, kreunemeunen. En dan stop je maar lekker in je reet. Stomme lesbionistische. Maar zoiets, heeft mijn Geleense vriendin gezegd. En dan maakt het mij allemaal niet uit. Iedereen mag gewoon wippen die wippen wat je maar wil. Maar de zorg om je kind, dat maakt mij uit. Ik denk dat mijn Geleense vriendin de beste moeder had kunnen zijn van mijn kinderen. En dan duchtig veel. Een stuk of 7. Maar dat kan niet meer. Dat is... Maar het had wel mooi zijn. En ik neem genoegen met het... niet eens het verlies. Ik ben zo trots op mezelf dat ik mijn Geleense vriendin tot op zekere hoogte ken. Ze respecteert mij. Dat stel ik erg op prijs. Het is een mooi nummer van... Het is ook alweer iets met Crow of zo. Are you strong enough to be my man? Wat is het nou? Dat is toch Shirley Crow? Oh, ik heb een computer hier voor me staan. Ik ga maar even... Cheryl. Het is Cheryl Crow. Are you strong enough to be my man? In de tijd dat mijn Geleense vriendin mij nodig had voor 5 à 7 kinderen, in die tijd was ik niet sterk genoeg. En ben ik blij dat ik haar in mijn bed heb gehad. Wat is ook alweer het antwoord op elke vraag? Het antwoord is ja. Ja, natuurlijk. Er waren mannen jaloers op mij. Ja. Na. Ik neem haar mee naar huis. Al die kerels zo beteuterd kijken. Oh, was je met haar? Nee. Tussen haar en mij, we hebben nooit afspraken. Alles is in het moment. Dan kom ik haar weer tegen. Altijd lachen. Zij betaalt. Ook. Een rechtige is het.
Ze heeft nog geld van mij te goed, maar dat weet ze wel. Dat is de rust in je ervaring met andere mensen waar je naartoe moet. Jij ook. Iedereen namelijk. Iedereen moet af van die... Een van de ergste problemen is de relatie tussen het kind en de ouders. Mensen verwachten veel te veel van elkaar. Doordat je te veel verwacht van een ander, dan krijg je teleurstelling. En die teleurstelling, dat is verdriet. En kan omslaan in woede. Dan ben je terug aan het begin van de cirkel van Shiva. Ik laat even een pauze vallen. Shiva is de godin in het Hindoestaanse geloof. De godin der vernietiging. En natuurlijk is het belangrijk om te vernietigen. Dat is een hele goede kracht. Maar wanneer gebruik jij die kracht? Te pas en te onpas? Alleenvoudig omdat het mag? Of ken jij mensen die dat doen? Ik ken ze hoor. Mensen die te pas en te onpas is het ratatatatatat. En dan komt de partij bagger uit die bekken. Zo de Christus met Jezus. En dat doet het gewoon maar. Ja. Dus mijn schoonmoeder die riep naar mij. Zou jij je vrouw niet eens gaan helpen in plaats van te praten met die sloerie? En dan zo hard en duidelijk dat iedereen op het feest het kon horen, waarschijnlijk haar dochter ook. En die dacht van mooi zo, mama neemt het voor mij op. Ik ken jullie. Ik ken jullie bestaan. Hopelijk ben je er niet zo een zoals mijn schoonmoeder. En al ben je er wel zo een, dan zou ik mij bekeren. Op een feest in het Sonsbeekpark hier in Arnhem. Ga je niet roepen tegen je schoonzoon. Zeg, ga jij eens even mijn dochter helpen. In plaats van te praten met die sloerie. En dan heel hard. Hoe moet je dat die mensen uitleggen? Of moet je ze onthoofden? Een kromzwaard. Tjak. Of een SM-bal in de mond. Dat kan ook. Een SM-bal voor mijn schoonmoeder met een gaatje erin. En dan past een rietje doorheen. En dan mag ze spa blauw. En ik drink whisky uit een plastic bekertje. Ja, dat is de wereld waarin je inzet. En ik beklaag mijn lot niet, daar gaat het niet om. De laatste ter wereld waar je medelijden mee moet hebben, dat ben ik.
over mij geen zorg. Alsjeblieft niet. Het gaat om de wereld waarin jij zit. Hoe jij dagelijks geïrriteerd wordt. Ik wil dat je daar immuun voor wordt. Jij wordt geïrriteerd dag in dag uit. Zeg het maar, Louis. Er zijn ook heel veel ouders met kinderen die kinderen zijn kloten. Je mag die kinderen jou niet laten raken. Snap je? Je hebt te hoge verwachtingen gehad van je kind. Boeddha heeft daarvoor gewaarschuwd. Het heet hechting. In het christelijk dogma heet dat zonde. Als jij een landbouwer bent, dan kan je niet aan het gras gaan trekken om dat harder te laten groeien. Je moet het gras met rust laten. Dan groeit het. Mooi, hè? Lekker filosofisch diep, weet je? We gaan naar het uur toe. En wat schiet me nou nog te binnen? Wat is leuk om te vertellen? Laat ik vertellen van mijn band. De leadgitarist Gert van Santen. GertvanSanten.nl. Dat bestaat, dat is zijn website. En Wout den Braber. En die heeft geen website, want hij is bouwvakker. Dat is maar goed ook, want dat is onze drummer. Dat is overdag, dan mept hij met een hamer. Bam, 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 bam. En als we dan zijn tijd hebben gevonden, dan drumt hij bij ons. En René Balduc, ja, dat mag je niet zeggen, een Balduc moet je zeggen. Balduc. Maar je denkt gelijk Balduc. Dat moet een hugenoot zijn. Dat kan bijna niet anders. Het is Frans. En ik heb tegen die band gezegd, want ik wil stoppen met repeteren. Ik ben er klaar mee. En wij zijn goed genoeg. Het enige wat we nodig hebben is een plek waar we spelen. Het zijn best ingewikkelde composities. Geen geintje. En Gert, die friemelt heen en weer. En René en ik, wij hebben de bladmuziek. Alle akkoorden opnieuw. Mooi hoor. En ik heb dan een optreden gepland in het Barretje hier in Arnhem. Dan moet je met het Centraal Station een stapje uit of zo naar de Korenmarkt. En daar is een Lutherse kerk. Ja, dat is een discotheek inmiddels. Moet je maar kijken hoe die nou heet. Maar daar heb je daarnaast de Lutherse straat. En daar zit het barretje. Aangename tent. En daar gaan we spelen. Een Wout. Die neemt alleen een cajon mee. En een cajon, dat is een kistje waar je op zit en dan trommel de trommel de trommel tussen je knieën in. Kan die prima.
En de leadgitarist helemaal van ja. Want ik stelde voor, zeg maar de datum. Wouter neemt de cajon mee en wat andere boxjes of zo. Maar dat regelen we wel. Ja, zei de leadgitarist. We moeten eerst repeteren. Nou, het eerste liedje gedaan. Dat klonk fantastisch. Maar zo. Volgende liedje gedaan. Dat klonk fantastisch. Bij de repetitie, hè? Het woud op de cajon. En, iedereen was lekker in de swing. Dat ligt ook goed. Nou, die nog doen. Die nog doen. Zullen we deze ook doen? We hebben alles gedaan. Het klonk allemaal even goed. Dus waarom repeteren? En het geldt voor jou ook. Waarom repeteren? Ga er direct tegenaan. En je kan zeggen van ja, dan ga ik wachten tot ik net zo oud ben als Perry Franciscus Martinez Winkel, namelijk tegen de 60. En dan ga ik wild. Waarom niet gelijk? De situatie is dat we hopeloos verloren zijn. En dat is een groot goed voor mijn, voor ik en de ikkeren. Het wordt een tijd voor hele nieuwe dingen. Het wordt een tijd van kinderen die opstandig zijn op een fatsoenlijke manier, zoals dat bedoeld is. Dat gaat generaties kosten. En wij, als jij het 8 bent of zo, die hier naar luistert, dan geldt dat niet voor jou. Maar als je wat ouder bent, jij kan neuken en een kind krijgen. Krijgen. En voor dat kind ga jij zorgen. En je zorgt voor je kind door het de vrije teugel te geven. Vertrouwen is dat. Heel veel mensen bereiden hun kind, net als dat ze een paard bereiden, en dan trekken ze aan die teugels van naar links en naar rechts. En dan gebruiken ze ook nog de sporen. Je kan ook op een paard gaan zitten en dan denk je waar je naartoe wil. En je geeft dat paard een klopje op de nek. Goed zo, paard. En dan kunnen mensen zeggen, want mijn schoonbroer of zwager, die is voor de tuchtiging. Ik vind dat niks. Ik snap dat niet. Daar krijg je kinderen van en die zijn getuchtigd. En die gaan vervolgens ook tuchtigen. Ja, want in de Bijbel staat, gij zult uw kinderen tuchtigen. Ja, als ik even mag uitspreken. Dat staat in de Bijbel. Maar wat is tuchtigen? Een T. Tuchtigen. Wat is dat? Is dat verbieden? Ja. Ik geef je even de tijd om erover na te denken. Als ik zeg tuchtigen, is dat verbieden? Vraagteken. Het correcte antwoord is nee.
Mijn zwager heeft het gepresteerd om... Er was een Sinterklaasviering. Sinterklaas is katholiek, heidens. Maar goed, tijdens de Sinterklaasviering zei hij tegen zijn zoon: jij gaat nu naar boven en etudes doen op je gitaar. En mijn zwager denkt dat hij daarmee getuchtigd heeft en de wil van de Heer heeft uitgevoerd. En ik zeg tegen die klootzak: jij hebt het verpest. Je bent het levende voorbeeld van een... Dat is het allerergste. Je hebt dat boek, dat heet Alleen op de Wereld. Met Remy. Die had geen ouders. Zijn zoon heeft geen vader. En iedereen denkt: dat is het gelul van Piggy Winkel. Nee, ik zeg, die zoon heeft geen vader. Die loopt zijn eigen kind te tuchtigen tijdens een Sinterklaasviering. Een smeerlap is dat. Het is jammer dat ik het zeg natuurlijk. Maar het is nog veel vervelender dat ik het heb gehoord dat mijn dochter tegen mij vertelde. En ja, mijn neef, die mocht niet de cadeautjes mee gaan spelen. Nee, die werd naar boven gestuurd. Die moest gitaar gaan spelen. Jezus, mijn Christus. Wat moet God met jullie aan? Of ben je van plan om zo dadelijk te kunnen zeggen dat je het goed hebt gedaan? Wees lief voor je kinderen en tuchtig ze. Natuurlijk moet je ze tuchtigen. Dan nou. Ik zit in de overtijd, in de blessuretijd. Maar mijn dochter, die gaf ik 20 euro mee. En zij ga eten halen. Ik weet wel, ik had geen zin om te koken of whatever. En zij wilde sushi of zo. Hoppakee. En ze komt terug met haar vriend. Ze was toen met een vriend. Die kuthomo van een dochter van mij, die heeft die vriend gedumpt. Maar het andere leed, dat heb ik nou niet over. En ze komt terug en ze geeft mij het wisselgeld. En het bonnetje. Toen keek ik. En ik zei: ik mis 5 euro. Ja, zei ze. Want die heb ik aan een man gegeven. Die muziek maakte. Nou, nu was het zo dat zij had in mijn huis 2 ratjes. En dat rattenvoer, dat zou ik betalen. Want ik was degene die had voorgesteld dat zij ratjes in het kader van de opvoedingen. Ik zei: oké, ik zou dus morgen voor het rattenvoer gaan betalen. Maar dat ga jij betalen. Jij hebt 5 euro gegeven aan een of andere bruino die nooit naar de zonnebank hoeft. Terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Maar van mijn geld. Ik betaal niet het voer voor jouw ratten. Morgen. En jij gaat rattenvoer halen. Lekkere knabbels. Homo. Nee, mooi, hè? Het is gewoon mooi. Het is mooi. Het is mooi hoe de wereld is. Zonder meer. Wees vrij van zonden. Wees vrij. Laat je niet belasteren. Wees een beetje zoals mij.
of Jurk Liesman of Alan Watts. Hè? Wees verstandig. En op zijn hamburgers zaak hier. Tjus. En dag lievers.